Goedemorgen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog in mijn slechte ziens. Wat zeg je dat? Doe mij eens goed. Yes, maar dat lukt hier niet. Waarom niet? Omdat ik moe ben, Jens. Fix nou even eten voor mij. Die jij een hongerke. Ik kon niet weten hoe er met een kop eruit zie. Hallo nieuwe kijkers. Wat ze de nieuwe kijkers zijn, sorry dat je mij op deze manier leert kennen. Ik ben een zeer vrolijk meisje normaal gezien. Maar vandaag ben ik gewoon een vuil kut. Sorry, maar dat hoort niet gebruiken. Vandaag ben ik gewoon een ongelukkig mens. Zeker niet vergeten te abonneren voor nog meer drama. Voilà, wij zijn nu onderweg naar de studio van de opnames van waar haar familie wordt opgenomen. En ik heb onze gast bij, maar dat gaan jullie allemaal zien in de video op Facebook. Voor de rest is het nog ongeveer een kwartiertje rijden, denk ik. En dan zullen we er wel zijn, hè. Toch, Jensje? Inderdaad. Ja. Oké, we hebben Hilden afgezet. Zij moet nu een scène doen. Maar één scène duurt ongeveer toch wel 2 uurtjes. Maar omdat ze moet nog naar de kapper en ze moet nog geschminkt worden. En omdat we ook een uur te vroeg zijn, duurt het waarschijnlijk nog 3 uur. Dus wat gaan wij doen 3 uur eens? Zitten. Ah ja. Slapen. Want naar huis rijden gewoon niet lukken, hè? Nee. Want tegen dat wij thuis zijn, dan is het al tijd om terug te vertrekken, dus. Oké, de Jens wilt... Ik had een zot idee. We zijn nu in Boortmeerbeek, we moeten toch wachten. Drie uur wachten, dus wat kunnen we beter doen dan gewoon een school te bezoeken hier in de buurt? We verzinnen gewoon iets tegen de directie en dan gaan we gewoon die klassen proberen binnen te geraken. En mensen verrassen. Verrassen. Kom, we steken ze in brand. Gewoon mensen verrassen, allee, proberen als ze binnen mogen. Dus dat gaat wel leuk zijn, denk ik. Dus ja, we gaan zien. Ik ben benieuwd. Het zal op je trekken. Hoe noemt deze school? Don Bosco. Ah, oké. Okay. Dikke shout-out naar Don Bosco en iedereen dat hier zit. Ik voel mij echt terug op school, mensen. Dat is verschrikkelijk. Ik zit echt in de studio gewoon. Ik voel me echt terug op school. Dat is echt het rotste gevoel ooit. Ik haat deze plaats. Nee, Jens had ook echt geweldige ideeën, hè, mensen. Dat is niet te doen, hè. Bah. Ja, Jens, come on. Hey, kom, laten we gewoon scholen binnen gaan en zeggen dat we bezig zijn met een project. We komen binnen en ineens mag dat uiteindelijk. En we weten geen zak van wat we moeten zeggen. Dat is gewoon verschrikkelijk, deze. Maar het ding is wel, want die vrouw die wou ons eerst echt niet binnenlaten. Die wou dat eerst echt niet toelaten. Ja, dat en vond dan, ik wel grof. En dan zei zoiets van, ja, er zijn er al een paar een foto komen vragen. En dan was dat ineens zo van, ah, jullie zijn bekend op internet. Ah, dan mag het wel. Maar als we het in ieder geval, die reactie krijgen we al vaker. Ineens dat je bekend bent, dan mogen ineens alles. Het is gewoon fucked up eigenlijk. Waarom is de wereld niet eerlijk verdeeld, gast? Waarom mogen mensen dat niet bekend zijn, niet in het klaslokaal binnen en mensen dat wel bekend zijn, wel. Dat snap ik niet. In ieder geval, we gaan nog een paar lokalen doen en zien hoe mensen dat ons herkennen. Dat is het project. Hoe bekend gewoon, zijn we? Gewoon omdat wij een wachttijd hebben, omdat Linda gewoon opnames, Hilden is opnames aan het doen, dus... Linda van familie trouwens, hè, zoals je dat straks wel hebt gezien op de achtergrond. Dan gaan we straks nog een leuke video mee opnemen. Maar die is eerst opnames aan het doen en dan kunnen we pas voort. Dus wij gaan nog een paar lokalen doen. Tot z'n beet. Allee, Jens, het gaat dan? Oké. Okay. Kom maar, ik kun het. Wij zijn Jens en Jamila en wij zijn op tour door scholen om zoveel mogelijk selfies te verzamelen met klassen. Dus het was eigenlijk de vraag of jullie mee op de selfie willen met ons. Ja. Kent er iemand onze video's? Of niemand? Yeah. Ah, oké. Okay. Gelukkig. Het zou wel nog veel zijn anders. Wij zijn op tour door België bij zoveel mogelijk scholen om zoveel mogelijk selfies te verzamelen met klassen. Dus de vraag was eigenlijk of dat jullie met ons een foto wilden maken. Ja? Ja? Oké. Okay. Dan mogen jullie allemaal even rechtstaan. Dat is één grote ding, van allemaal foto's. Ah, van Ieren. Ah, van mensen op de school. Ja. Maar dat is echt geweldig gedaan. Zie, dat is allemaal kleine foto's. Zoom eens in. Misschien kunnen ze het dan zien. Dat is heel graaf gedaan. Om met zoveel mogelijk klassen een selfie te maken. Of een foto te maken. Dus de vraag was eigenlijk of dat jullie het zien zitten om een foto te maken samen met ons.
Ja, dat moet. Zijn we enthousiast? Ja. Hey! In de klas en we leren vandaag ook helemaal iets nieuws, dames en heren. Dit is een groen bord. En dit is een veger. Ik ben echt gewoon een klaslokaal binnengelopen waar dat niemand zit. We hebben nu heel veel klassen gedaan. Ja! Ja, rap! Hallo! Hey! Wacht, jij hoe niet wat doen? Ineens niet meer weten dat een iPhone werkt. Die nieuwe iOS. Maar ik heb dat nog niet gedaan, hè. Een vriendin van mij heeft een weddenschap met u. Is dat? Ja. Mag ik even? Oei. Naar de McDonald's. Ah, is zij dat? Ah. Ja. Dank u. Nee. Dank u wel. Dikke dag, alsjeblieft. Doei. Doei. Zo, ik denk dat dat wel even genoeg was nu. Ik moet toch iets van die cola-automaat hebben. Als die nog leeft. Oké, mensen, er staat hier een cola-automaat, maar die ziet er zo uitgeleefd uit. Oké, het blijkt nog te werken, die automaat, maar ik heb niet genoeg klein geld, dus ik moet even naar de winkel door. Het blijkt hiernaast gewoon een winkeltje te zijn waar je ook drinken kunt kopen, dus ja, dan doen we dat maar. Ik heb juist Orangina gekocht, mensen, maar ik heb dat echt al jaren niet meer gedronken. Ik denk dat ik 7 was de laatste keer. En oh my god, ik dronk dat zo graag en ik kan er zo hard van genieten nu. Moet jij er ook een hebben, Jens? Niks. Dan heb ik er 2. Allee, geen ander. Wat heb je juist gedaan? Geslapen. Hoe komt dat? Omdat ik maar een uur heb geslapen deze nacht. Ah, oeh, door wie zijn fout? Door mijn eigen fout. Ah, toch nog. Maar je slaapt niet meer bij mij, dus ik ben onrustig. Ah, dat is jammer. Ga dat nog normaal doen of hoe zit het? Nee. Dus nadat Jens mij geweldig gefilmd heeft terwijl ik aan het slapen was, gaan we nu dus... oei, tillen. Voilà, we hebben juist Hilden even gezet thuis. Zo'n lief vrouwtje ook, hè? Ja, allemaal, hè? Ja, die zijn echt lief. Alle BV's dat willen meerijden, zijn super lief. Ja. Al die dat niet willen, ja. En mensen, ik moet echt even gaan slapen, Sabeet. Ik ben echt kapot gewoon. Ik heb een uur geslapen, dan nog heel een tijd rondgereden. Dus ik moet echt even gewoon sterven, even op mijn eigen. Oké, het is weer zover. We gaan samen Jamila proberen te laten verschieten. Kom snel, voordat ze eruit is. Ik wist het! Ik wist het! Ik keek nog, hè? En ik deed echt zo de deur open, zo slagen, zo. Maar ik wist dat jij. Fuck, ik hoorde nu zelfs, jongen. Maar je verschoot wel. Ik dacht dat ze goed werd, dat is nog nooit niet zeker. Maar ik doe echt zo de deur open. Fuck off, yes. Ik ben nog terug te zien. Blijf met mijn camera, jongen. Ik ga nu even een dutje doen, want ik moet echt slaap inhalen. En het is ineens fucking hard aan het regenen. Maar toch is de zon nog aan het schijnen, zo kinderen. Nou, waarschijnlijk zie je dat niet. Maar het is echt overdreven. Sowieso een regenboog. En ineens wilt weer wat we gaan zoeken. De kaboutertjes. Kabouter, die zit onder de zwammen tegen de bomen in het bos. En zeker nu, want de zon schijnt en het regent. En dan komen de kabouters echt zo tot hun recht. Het is tijd om te gaan slapen, mannetjes. Mijn dromen zijn nog minder raar dan wat het eens allemaal zegt. Maar het is ondertussen al avond. Ik heb zo even goed geslapen. En ik ben nu pasta aan het eten dat hij eens heeft gemaakt. Pasta met kaas en ham. Mm.
Oké, mensen, ik ga slapen, want ik ben echt nog moe eigenlijk. En anders ga ik pas om 5 uur 's morgens terug in slaap vallen en dat is niet de bedoeling. Dus als je het een leuke vlog vond, zeker een blauw duimpje omhoog geven. Niet vergeten te abonneren hier beneden. En zoals altijd zeg ik, wat hebben we vandaag geleerd? Geen zak. Slaap wel.